Het marktplein achter mij is nu nog vrij rustig, maar straks is dit het decor van de commando-opdracht van de OOCL, Operationeel Ondersteuningscommando Land. Dit is een van de grootste eenheden van de Koninklijke Landmacht. Wij zijn benieuwd hoe het gaat lopen. U ook? Kijkt u met ons mee. In 2014 bestaat de Koninklijke Landmacht 200 jaar. Ter ere daarvan laat de landmacht zich dit jaar zien met een veelheid aan activiteiten. Mede daarom werd de commando-overdracht van het OOCL, ofwel het Operationeel Ondersteuningscommandoland, dan ook niet uitgevoerd op de kazerne, maar op het Marktplein, midden in de stad. De deelnemende eenheden, ruim 1000 mannen en vrouwen, verzamelden zich bij de brandweerkazerne aan de Vosselmanstraat, om vervolgens via de Nieuwstraat en de Hoofdstraat op te marcheren naar de markt. Hierbij werden ze voorafgegaan door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. In de lange kolonne waren alle eenheden vertegenwoordigd met een deel van de eenheid. Het OOCL telt ruim 5500 militairen, verdeeld over 11 eenheden. Deze eenheden bevinden zich op 13 locaties, verspreid door heel Nederland. Het hoofdkwartier zetelt op de Frank van Beijnen kazerne in Apeldoorn. De OOCL, wat is dat eigenlijk? Nou, u heeft het vandaag al vaak gehoord. Dat is de grootste en meest veelzijdige eenheid van de landmacht. En dat zijn geen loze woorden. Het zijn 12 grote eenheden, eenheden op bataljonsgrootte, ongeveer 500 man elk. Als je dat met elkaar vermenigvuldigt, kom je al gauw uit op ruim 5500 militairen van het OOCL. Die alles in huis hebben om de hele krijgsmacht, dus niet alleen de landmacht, in missiegebieden te ondersteunen, dat voor te bereiden, hun terugkeer te regelen. En dat varieert van geneeskundige zorg, transport tot inlichtingen, constructie van genie en noem het allemaal maar op. Het zit er allemaal in. En zoals u heeft gezien, ook stukken van traditie-eenheden zoals de cavalerie ere-escorten en muziekkorpsen. Het is echt een enorme grote eenheid. Ja, en we noemen ook wel eens de bouwvakkers van de OOCL. Wat bedoelen ze daar nou mee? Nou, dan richten ze zich vooral op de kwaliteiten van onze genisten. Dat zijn inderdaad de constructiewerkers, de weg- en waterbouwkundigen en ook de ontwerpers. Die vooral ook in missiegebieden belangrijk zijn. Want meestal begin je daar met niets. Er moet een kampement komen. En zij beginnen daar met name in die kwartiermakersfase, in die voorbereidingsfase, heel hard aan te werken. Maar het is slechts één van de 11 kwaliteiten van het OOCL. En als je al die kleintjes nog meeneemt, zijn dat er bijna 20. En wat zijn dan de andere onderdelen? Bevoorrading en transport, daar zit er heel zwaar in. Geneeskundige verzorging zit er zwaar in. Maar ook met name die raakvlakken met je omgeving. Als je in een uitzendgebied bent, wil een commandant ook weten, wie deelt hier nu eigenlijk in dit uitzendgebied de lakens uit? Is dat de burgemeester wel of is dat toch iemand anders? Nou, dat soort mensen, dat soort experts op het gebied van communicatie met die raakvlakken van zo'n commandant in een uitzendgebied, dat zit er ook in. Inlichtingen zitten erin. De vuursteun met zware wapens zitten erin. Dus de panzerhouwitsers en de mortieren. Het is bijna te veel om op te noemen. Het is echt één groot vat vol sterke merken. Nadat de burger- en militaire autoriteiten, waaronder loco-burgemeester Detlef Siso en de commandant van de landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruijf, hun plaatsen op de tribune hadden ingenomen, betraden de oude en de nieuwe commandant de parade. De ceremoniële inspectie van de troepen, die ze vervolgens samen met de paradecommandant uitvoerden, is een vast onderdeel van deze plechtigheid. De start is altijd bij het muziekkorps
en vervolgens langs alle opgestelde eenheden. Het Operationeel Ondersteuningscommando Land, OOCL, is met zijn ruim 5500 militairen, verdeeld over 11 eenheden van bataljonsgrootte, met afstand de grootste eenheid van de landmacht. De taken van het OOCL richten zich op gevechtsondersteuning, logistieke dienstverlening en specialistische taken als rechtspraak, militaire muziek en ceremonieel. Na de ceremoniële inspectie was het tijd voor de toespraak van de vertrekkende commandant, die werd afgesloten door het overdragen van de eenheidsvlag met de daadwerkelijke overdracht van het commando. De OOCL is erg gevarieerd. Is het nou moeilijker om daar dan leiding aan te geven? Op zich is dat best lastig. Want het is natuurlijk inderdaad, zoals je al zegt, een hele gemêleerde, breed samengestelde eenheid. Maar ik heb prima ondercommandanten die, als ze daar voldoende richting krijgen, prima hun eigen winkel kunnen bedienen. En ik heb dus wat dat betreft vertrouwen in mijn ondercommandanten. Daar moet ik het van hebben. En wat zijn uw aandachtspunten voor de komende jaren? Vooral het personeelszorg. Wij hebben een vrij groot bestand aan mensen wat als gevolg van de vorige reorganisatie geen baan meer heeft. En die we dus moeten begeleiden naar een baan in de burgermaatschappij. En daarnaast zijn er een paar eenheden waar de toestand van het materieel niet is zoals we dat eigenlijk zouden willen. Dat zijn mijn twee hoofdaandachtsgebieden. En hoe gaat u die aanpakken? Personeel, ja, dat is bijna maatwerk. Daar moeten we dus echt heel veel tijd in stoppen om mensen te begeleiden naar een baan buiten Defensie. En de materiële inzetbaarheid, dat is toch vaak ook een kwestie van de juiste prioriteit stellen. Geld vrijmaken, de juiste reservedelen kopen en dan vervolgens de spullen repareren. De ceremonie werd afgesloten met een défilé. Dit werd afgenomen door de commandant landstrijdkrachten, samen met de burgemeester, de oude en de nieuwe commandant. En in een missiegebied, wanneer zijn deze mensen er dan? Vanaf het allereerste begin tot en met het absolute einde. Dus op het moment dat een missie begint, zoals recentelijk de nieuwe missie in Mali, is het OOCL al meteen bezig om daar de kwartiermakers heen te sturen en te zorgen dat er al een klein kampement is. Ik had al aangegeven, in het begin is er helemaal niets. Uiteindelijk moet dat uitgroeien tot het definitieve kampement. En vanaf het moment dat de spullen er daarheen moeten, er gebouwd moet worden, de ondersteuning van de missie ter plaatse, maar ook de afbouw. Uiteindelijk moet alles weer een keertje terugkomen als een missie op het einde loopt. Dat alles doet het OOCL. We gaan er als eerste in en we komen er als laatste uit.